Here we go. En weer op weg naar een nieuw type vraag. De vraag wat we vandaag behandelen is de file response. Een file response vraag is een vraag gekoppeld aan een Dropbox, aan een file upload systeem. We geven een naam aan de vraag. We willen eigenlijk graag een afbeelding bekomen van een cryptext uit de DaVinci code. Het gaat dan ook de naam van de vraag zijn. Upload een afbeelding van de cryptext uit de DaVinci code. En die vraag, de naam van de vraag, gaan we kopiëren en gaan we plakken in de vraagtekst. We hebben op voorhand een voorbeeldafbeelding toegevoegd aan onze map afbeelding JPEG. We kunnen feedback, algemene feedback en feedback op het antwoord geven. Belangrijk aandachtspunt, de maximale uploadgrootte staat standaard op zo hoog mogelijk zijn de 50 megabyte, maar kijk dat toch altijd even na. Of dat je niet op 1 megabyte staat, dat zou te klein kunnen zijn. Add essay field en bewaar de wijzigingen. Dat betekent dat de cursister ook nog iets kan bijschrijven. We gaan de vraag even controleren. Upload een afbeelding. Je ziet een voorbeeld van een afbeelding zoals ik graag eentje zou ontvangen. Je ontdekt het knopje bladeren, wat typisch is aan een file response en file upload mechanisme. Gaat bladeren, gaat op zoek naar de juiste afbeelding, openen. En dan kan je nog een klein stukje tekst erbij plaatsen. Een verduidelijking van je upload, een verduidelijking van de keuze van deze afbeelding bijvoorbeeld. Of de rest van de opdracht die je hier moet aanvullen, afhankelijk van de vraagtekst die je gekregen hebt. Die kan je een beetje uitleg geven over de afbeelding. Op het moment dat je straks op bewaren klikt, wordt deze tekst bewaard en wordt de foto verstuurd naar de leeromgeving, naar het leerplatform, zodanig dat de leerkracht onmiddellijk die foto kan evalueren, als ook je tekst. Klikken op bewaren. Daarna bewaar alles en beëindig de test. Je ziet bij het antwoord je inzending staan. DaVinci Code Cryptext. Dat is de foto die ik verstuurd heb. Waarna dat we bewaar alles en beëindig de test doen. Waarna dat we weer het controlevenster eventjes sluiten.